Scotch egg, nog nooit van gehoord? Dan zou ik zeker meekoken, want eten wil je hem sowieso. Vandaag maken we boerenkoolstampot met een ei gehaktbal. Dat wordt me een potje een gefrituurde verrassing. Dit heb je nodig. Boerenkool, stampot aardappelen, melk, eieren, gemengd gehakt, wat mosterd, kruidenmix voor gehakt, paneermeel en een scheut zonnebloemolie. We gaan ballen draaien en die ballen die gaan we vullen met gekookte eieren. Dus als je die dan opensnijdt, dan komt er een eitje. Een verrassing. We gaan water opzetten voor de eieren. Ik heb een steelpan. En ik breng water aan de kook. Gewoon even een goede laag. Waar zo meteen een stuk of 4 eieren in moeten passen. En bij dat ei, want ik ben natuurlijk alleen maar over het ei bezig, gaan we ook nog boerenkoolstampot maken. En dat doen we met boerenkool en met stampot aardappelen. Die stampot aardappelen die zijn al geschild. Dat zijn kruimige aardappelen, dat stam natuurlijk lekker. En de boerenkool kun je altijd gewoon meekoken. Die gaat bovenop de aardappelen. Dus zorg dat je pan precies groot genoeg is. En door de stoom gaat het gaar koken. Dus zorg dat je wel een pan hebt waar ook een deksel op past. Kijk eens eventjes. We stampen hem gewoon alvast een beetje aan. Dan brengen we dit aan de kook. Deksel erop. Dan stoomt die boerenkool lekker gaar. Dat heb je vast wel vaker gedaan. Maar nu komt het spannendste van vandaag. Namelijk de gehaktballen met het ei erin. Ik pak even een grote kom. Want ik ga even alles overscheppen in een grote kom, zodat we goed kunnen kneden. Ik pak een plastic plankje erbij, waar ik de gehaktballen op kan leggen als ze gedraaid zijn. 1 ei, kruidenmix en lekker wat mosterd. Het ei tik ik gewoon bij het gehakt. Ik heb hier een zakje kruidenmix waar natuurlijk allerlei specerijen in zitten, maar ook al paneermeel. Dus we hoeven verder geen peper, zout of specerij meer toe te voegen. Een lekkere klodder grove mosterd, dat is ongeveer een eetlepel. En dan kneed je. En dan is de truc om 1 hand schoon te houden. Stel je voor dat er nog iets moet gebeuren. En dan meng je het gehakt natuurlijk goed. Dan moet je ook niet te lang gaan lopen kneden. Want daar worden ze ook taai van. Dus zodra het gemengd is, met rust laten. En dan gaan we daar 4 ballen van maken. Dus ik verdeel deze hoeveelheid gehakt even in 4 eerlijke porties. En ik rol van elke bal, of tenminste van elke hoeveelheid gehakt, een bal. Ze hoeven niet perfect te zijn, want we gaan ze straks nog omtoveren tot scotch eggs. Maar meer even dat het 4 gelijke porties zijn. Gehaktballen vinden we allemaal lekker. Maar het ziet er ook nog eens heel tof uit. Dus als je hem halveert, dan zie je zo dat witte ei met dat eidooiertje in het midden. Dat ziet er gewoon heel gaaf uit. En het is natuurlijk ook hartstikke lekker. En dan ga ik de eieren in het kokende water doen. We gaan er 4 koken. Want we gaan 4 gehaktballen maken, dus ik zet het vuur eventjes ietsjes lager. Want misschien heb je dat ook wel eens, dat je een ei in het kokende water doet en plum, er gaat eigenlijk al het eiwit eruit. De manier om dat te doen is eigenlijk door te zorgen, de beste manier om dat te doen is door te zorgen dat je ei op kamertemperatuur is. Want als het heel koud is en dan vervolgens in kokend water gaat, dan barst het heel snel. Je kunt er eventueel een gaatje in prikken. En wat ook wel echt fijn is, is als je het voorzichtig met een lepel in het kokende water legt. En dan het water ook niet te wild laat koken. Want ook dat zorgt natuurlijk alleen maar voor dansende eieren die kunnen barsten. Deze moeten precies 5 minuten koken. Dus zet je kookwekker. De eieren zijn gekookt. Die giet ik af.
En die laat ik natuurlijk even flink schrikken onder het koude water. Laat ze maar eventjes lekker onderdompelen. Dan stopt namelijk het garingsproces. Anders koken ze nog echt heel lang door. En dan laat ik even een klein laagje water in de pan. Want nu moet ik ze natuurlijk heel voorzichtig gaan pellen. Want ik wil mooie, perfecte eieren voor die Scotch Eggs. Dus ik pak er even een bordje bij waar ik de gepelde eieren op kan leggen. De manier om ze op de juiste manier te pellen is eigenlijk door er een klein barstje in te laten komen. Vervolgens leg je ze weer onder het water. Dan zuigt het water zich onder de schil. En hopelijk gaan ze dan helemaal perfect glad gepeld worden. En als je merkt dat de schil blijft zitten, dan kun je natuurlijk altijd nog een keer dompelen. Oh, met het zweet op mijn bovenlip. Yes. Goed. We got a winner. We zetten ze even voorzichtig opzij. En dan gaan we olie opzetten. Want we gaan die ballen zo meteen, als ze klaar zijn, frituren. Dat doe ik eventjes in een grote pan. Daar gaat een flinke scheut olie in. En die olie die wil je echt op 180 graden verwarmen. En een flinke scheut, daar bedoel ik echt wel zo'n laag mee. Ik heb natuurlijk een vrij grote pan, dus ik ga flink veel olie erin doen. Dit is zonnebloemolie. Daar kan je goed in frituren, want die kan je lekker flink omhoog gooien, die temperatuur. Het hele flesje gaat erin, zoals je ziet. Die olie die wil ik dus op 180 graden hebben. Nou snap ik dat je niet per se altijd een thermometer in huis hebt. Ik heb dat toevallig wel. Dus ik ga je even laten zien wat de manier is met een thermometer. En daarna vertel ik je ook wat je moet doen als je geen thermometer hebt. Maar ik heb hier aluminiumfolie. En van die aluminiumfolie maak ik een soort reep. En die reep die bind ik om de thermometer heen. En dan kan ik die thermometer vlak in de olie hangen, maar dan niet de bodem laten raken. Dus eigenlijk net erboven. Zodat je dus een soort zelfgebouwde MacGyver frituur hebt. Ik vind hem leuk. En wat je ook kunt doen, mocht je dit nou niet in huis hebben, dat kan ik me voorstellen. Wat je ook kunt doen is een stukje brood in de olie gooien. En als dat binnen ongeveer 15 seconden krokant, bruin, goudgeel is gebakken, dan weet je dat de olie op 180 graden zit. Dus verwarm die olie, laat die gewoon heet worden. Dan gaan we nu knutselen. En hier ga ik het vuur even ietsjes lager zetten. Want het gaat wel heel rap. Ik ruik de boerenkool ook. Het gehakt. Ik pak eerst 3 kommen. Of eigenlijk 3 borden. Ga ik de eieren even voorzichtig overhevelen naar dit bordje. Want ik wil deze kom gebruiken voor het paneren. En in die 3 kommen gaat paneermeel. Dat is eigenlijk de laatste stap. Ongeveer de helft van het pakje. Zorg gewoon dat je een goede bodem hebt. Goede laag. Dan heb ik een eitje. Die klop ik even los in het tweede bord. Gewoon met een vorkje kan je die even losklutsen. En ik heb hier wat bloem uit de voorraadkast. En dan gaan we paneren. En wat ik ook alvast klaar ga leggen is wat aluminiumfolie. Of tenminste, sorry, helemaal niet aluminiumfolie. Plasticfolie. Die gaan we zo meteen gebruiken om de Scotch Eggs mee te maken. En misschien ook nog 1 bord waar alles op kan liggen. Want nu gaan we even onze handen vies maken. Even mijn handen goed wassen. Dan pak ik er even een plastic plank bij. En dan ga ik je dus laten zien hoe we de Scotch Egg gaan maken. Pak even een groot stuk plastic folie. En 1 van de ballen. Die leg je op de rechterkant van het stuk folie. Dan vouw je hem over het gehakt heen. Zorg wel dat je hier aan de kant een beetje ruimte overlaat. Want nu gaan we hem plat drukken.
En dat platdrukken doe je gewoon met je hand. Je maakt er eigenlijk een soort pannenkoek van. En als je, zoals ik, te weinig ruimte hebt gepakt, vouw je hem weer even open. Zodat je echt een flinke pannenkoek kunt maken die nou ongeveer zo groot is. Het ei moet er zo meteen namelijk in passen. Zo. Dan vouw je hem weer open. Dan pak je heel voorzichtig een van de gekookte eieren. En dan kun je het gehakt eromheen vouwen. En ik heb dus plastic gebruikt omdat je natuurlijk ook echt wil dat het makkelijk loslaat. Want als het vastplakt aan je plastic plank, dan ben je de sjaak. En nu moet je hem natuurlijk aan de bovenkant wel even een beetje dichtvouwen. Totdat hij verstopt is in het gehakt. Leuk, hè? Ja. Ik word hier blij van. Ik ook. En dat gaan we natuurlijk nog even met de andere gehaktballen doen. Ja, nu komen we meteen daar waar ik begonnen ben, namelijk het Scotch Egg. Wat is er nou zo leuk aan dit Scotch Egg? Nou, je hebt het gezien. Het is een gehaktbal met een verrassing erin. En het komt ergens uit Engeland. Waar precies? Daar zijn de meningen over verdeeld. Het klinkt natuurlijk heel Engels, Scotch Egg. Letterlijk vertaald betekent het verijdeld ei. Nou, dat is het natuurlijk ook, want het is een heel chic ei in een jasje. In een krokant jasje zelfs. Want die gaan we zo meteen paneren. En na het paneren gaan we ze frituren. Dus je krijgt eigenlijk een krokant laagje gehakt met een gekookt eitje erin. Hoe lekker en hoe mooi ziet dat eruit? Ik vind het een verijdeld ei. Haal ondertussen je olie in de gaten. Nou, die is nog niet zo ver. En dan vouw ik hem er weer omheen. Zijn. We zijn nog wel even bezig hoor. Ik hoop niet dat je groot gezin hebt. Deze staat klaar voor zometeen. Dan moeten we natuurlijk de ballen nog frituren. Paneren. Oh, mij nou. We gaan ze ook frituren, maar we gaan ze eerst paneren. Ik laat hier de plastic plank even liggen, want daar kan ik het mooier op leggen. Paneren doe je eigenlijk altijd op dezelfde manier. Je begint met bloem. Daarna doe je ei en daarna paneermeel. De bloem zorgt ervoor dat er een soort laagje op de gehaktbal ontstaat. Of op elk stuk vlees wat je ook maar paneert. Zodat het ei er niet afglijdt. Je tikt even het overtollige bloem eraf. Dan haal je ze door het ei. En dat werkt eigenlijk als een soort lijm. En als al het ei dan netjes op de gehaktbal zit, kun je hem in het paneermeel leggen. En dan draai je hem lekker rond totdat er overal een laagje paneermeel op zit. Nou, dan heeft deze panier gepaneerd. Dat is de grap van het jaar, vinden jullie ook niet? Het vet is op temperatuur. Ik ga de ballen erin gooien. Pak er ook even een schuimspaan bij, want ik zal ze wel ook af en toe even een tikkie moeten geven. Dat ze omgekeerd raken, dat ze even de andere kant ook doen. De ballen kunnen in het vet. Heel voorzichtig. Kijk, passen er precies 4 in. Dus neem een pan die ruim genoeg is. Misschien heb je anders een frituur thuis. Dat is natuurlijk nog makkelijker. Ik ga het even met mijn handen doen. Heel voorzichtig, hè, want het is natuurlijk loeiend heet. Zo. En nou voorzichtig lekker laten frituren. Af en toe een tikkie geven, zodat ze mooi krokant worden. Ik zet een groot vergiet hier klaar om de aardappels in af te gieten. En de melk, die verwarm ik
in het stilpannetje. Gaat het goed hier? Ja, kijk eens even. Oh, dat gaat snel hoor. Keer ze maar even een keertje om. De aardappels zijn klaar. Die laat ik even goed uitlekken voor de stampot. Dampende pan met boerenkool. Hollandser bestaat bijna niet. Alles weer terug in de pan. Gelukkig is de boerenkool nu grotendeels geslonken. Waardoor ik wel een beetje ruimte krijg om te stampen. Dat gaan we even hier doen. De melk is inmiddels lekker warm. En nu voeg ik, zoals je ziet, warme melk toe. En dat is iets wat echt super belangrijk is. Je wil altijd warme melk toevoegen aan stampot. Want als je koude melk toevoegt, dan wordt het een soort lijm. En dat komt eigenlijk niet meer goed. Dus je moet altijd warme ingrediënten toevoegen. Al gebruik je geen melk en doe je gewoon kookwater, wat je mij misschien ook wel eens eerder hebt zien doen. Altijd warm, zodat die lekker smeuig en luchtig blijft. Nou, en dan stamp je er een boerenkool van. Kijken nog eventjes bij de ballen. Mooi goudgeel gebakken ballen. Nou, die hebben nog heel even nodig. Ik ga vandaag de boerenkool lekker in de pan serveren. Dus even de randjes schoonmaken. En misschien ook even een bordje pakken met wat keukenpapier. Even wat keukenpapier erop, zodat ze goed kunnen uitlekken. Het vuur uit. En dan met heel veel voorzichtigheid pak ik de ballen uit het hete vet. Dat vet laat je natuurlijk heel goed afkoelen voordat je het wegdoet. En nog een tip van mij. Mocht je nou allemaal vet over hebben waar je denkt van de zonde, dat kan ik nog een keer hergebruiken. Laat hem goed afkoelen. Strooi er flink wat bloem overheen. Die bloem die zakt 's nachts, terwijl die pan nog op het pit staat zonder vuur natuurlijk, naar de bodem. Neemt alle troep mee. Dan kun je hem filteren. Dan kun je die olie mooi nog een keer gebruiken. Kijk eens eventjes, wat een mooie krokante balletjes. Ik ga er een mooie plank onder zetten. Boerenkool. Die zet ik gewoon op de plank. Zo. Deze moet je nog heel even vanaf blijven, want die zijn nog een bloedje heet. En ik vind zelf bij stampot hoort mosterd. Dus we gaan nog lekker wat mosterd erbij serveren. Gewoon een goede kwak mosterd, pikkelili, het hoort erbij vind ik. Kijk eens eventjes. Deze, de dampende pan. Met boerenkool. En ik moet er natuurlijk nog wel bij kunnen. Maar wat ik nu doe, is voorzichtig even met een tang de bal erbij leggen. En dan laat ik natuurlijk heus wel even zien wat die verrassing nou is die erin zit. Hier is een goed mes ervoor. Daar komt hij. Snij hem open. En daar is hij hoor. Kiekeboe. Kijk eventjes. Voorzichtig, want ze zijn heet, jongen. Deze leggen we er gewoon zo bij. Nou jongens, het zweet op mijn bovenlip, maar dan heb je ook wat. Een pan met dampende boerenkool en die lekkere eigen hakbal die zo heerlijk stroomt. Ik ben super, super, super benieuwd of het jou ook gelukt is. Eet smakelijk!